Beste collega's en studenten, het wordt tijd voor actie. Op 6 april is er een landelijke alarmdag. De laatste 20 jaar is de werkdruk op de universiteit enorm toegenomen. Onder andere omdat het aantal studenten met 65% is toegenomen en de samenleving steeds meer van de universiteiten verwacht. Maar de financiering is niet in dezelfde mate toegenomen. Er zit nu een gat. Er is structureel 1,1 miljard euro extra nodig. Dat heeft de minister zelf al meerdere malen toegegeven. Al jaren neemt het aantal studenten toe en de financiering per student af. Er is te weinig geld en te weinig tijd voor goed onderzoek en om goed onderwijs te geven. Toen ik begon met studeren, had ik geen idee van de problemen van onze docenten. Inmiddels weet ik dat onze docenten 10.000 uur per dag overwerken aan onze universiteit. 10.000. Dat heeft nadelige gevolgen voor studenten, medewerkers, de sector en de samenleving. Daarom roepen wij iedereen op om op 6 april mee te protesteren en die investering van 1,1 miljard te vragen aan de volgende regering. En daarom roep ik specifiek studenten op om op 6 april mee te doen aan de alarmdag. Om te zorgen dat er druk op Den Haag komt om te investeren in hoger onderwijs. Meld je aan op normaalacademischpeil.nl en doe mee in je universiteitsstad of in Den Haag. Voor een normaal academisch peil. Actie dus. Graag tot 6 april. Tot dan.